Lisse in het vertrouwde geen en blauw in de problemen. Verloor veel wedstrijden de laatste tijd en is er de degradatiezone afgezakt. En thuis tegen Barendrecht begint het slecht. Ali Kaldi binnen 11 minuten met de 0-1 voor de ploeg uit het Rijnmondgebied. Die jaagt op de derde plaats. Die vorige week goede zaken deed door de directe concurrent GVV te kloppen. En nu dus een goed begint bij FC Lisse. Dat een waslijst aan blessures kent. Dit is opnieuw Kaldi. Voor het doel vraagt Essayas. Kaldi krijgt het daar in tweede instantie. Essayas, Marlon Oranje en Bas Maurits. Doelpunt nummer 3 in 2 weken. En Barendrecht vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong. Essayas, het is een doelpoging. Bal wordt van richting veranderd. En via Oranje kan Maurits de stand op 0-2 brengen. Bas Maurits. En zo doet Barendrecht goede zaken in de strijd met de tweede plaats. Dit is Aarts en dat is Oranje. En is het dan 3-0? Nee. De assistent zegt het is buitenspel. Scheidsrechter Bronsvoort neemt het over. Dit is geen buitenspel. Dan zou het hier buitenspel moeten zijn geweest omdat Maurits in het doel staat. Nou ja. Het blijft 2-0 voor Barendrecht. En de kans voor Hakkari om het terug te doen namens Lisse. De redding is van doelman van Splunter. En zo krijgt Lisse niet wat het verdient, omdat Barendrecht verzuimt door te drukken naar die vroege 2-0. In de tweede helft Lisse de ploeg met het overwicht. En van Barendrecht zien we niet veel meer. De overtreding van Van Delen. De vrije schop voor FC Lisse. En kan dat dan nog wat worden voor de thuisploeg? Ait afkeer achter de bal en daar heeft Lisse alle pech van de wereld. Want ja, wordt het hier 1-2, dan kan het nog een hele spannende wedstrijd worden. Maar, zoals we hier nog een keer zien, het wordt geen 1-2. Lisse verliest en is dieper in de zorgen. Barendrecht klimt naar de derde plaats. GVV Linden 1-1. Half 3 tussenstand.